Hallo, en deze keer ga ik deze vlog maken voor Kapper Marco. En je denkt zo van, een van mijn favorite hobby's is, dat is een beetje gek, maar het is popcorn maken. En nu ga ik je laten zien hoe je het moet doen. Eerst moet je wel olie hebben. Niet te veel doen natuurlijk. Gewoon een klein beetje. Dat is genoeg. En dan ga je het een beetje verspreiden. Want anders gaat het helemaal plakken aan de pan. Weet je, popcorn maken is zo leuk. En dan moet je wel eerst oven aandoen. Nu moeten we deze doen. Deze zijn corn seeds. Dat is wel genoeg. Deze doen we hier. Dan moet je natuurlijk de popcorn doen, want anders gaan ze vliegen overal. Een beetje zo van elke kant op. Zo van. Een beetje bewegen de popcorn. Maar weet je wat het leukste is om te kijken naar? Als de popcorn poppen, het is zo leuk. Het is net vuurwerk. Helemaal. Maar weet je, het duurt niet zo lang. Weet je waar ik hou van? Als ze heel veel mensen liefde in hebben. En dat is wel heel veel mensen. En weet je wat het belangrijkste is? Dat je het niet moet laten verbranden. En als ze zo van heel erg poppen, het nu, maar dan een beetje meer zo van, dan moet je het vuur wel zachter zetten. Net nu. Een beetje shaken. Want anders verbrandt ze overal. En dit is juist de leuke part. Een beetje shaken. En nu popt het helemaal. Hier zo zie ik nog wat corn seeds. Maar dat is hoe je wel je popcorn maakt. Als je niet naar een film wil en als je een film thuis wil kijken zo. Of als je gewoon lekker popcorn wil eten, net als ik nu doe. Een beetje zout erbij en smullen maar. Zoals je ziet hou ik van koken. En dan misschien word ik wel de masterchef. En we gaan flappen maken. En ik ga het een beetje experimenteren. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Eerst moet je sowieso je Nutella pakken. Je kan het ook niet zo doen. Maar ik doe het gewoon zo voor de lol. Want je weet het, koken is leuk. En weet je wat ik leuk vind? Om alles te doen. Deze gooi ik heel even weg. Want het is niet zo handig zo van overal trash hebben. En wat je moet doen, is je doet je mes in de Nutella. Je pakt een Nutella en je doet het hierop smeren. Nog één schep Nutella en dan ben je klaar. Maar weet je wel wat een van de belangrijkste dingen is? Dat je het ook fout. En je gaat zien waarvoor deze sprinkels zijn. Je gaat het zien. We moeten wel een vork hebben om het helemaal dicht te maken. Dus ik pak zo een zilvervol vorkje. Ik kan maken het dicht. Zo. Eerst de plastic eraf. En het zou fijner zijn als je in de camera sprak. Ik had gelijk. Dan dat ik tegen je haar zit te kijken. Het lijkt wel die ene hair trolls. Ja. En
Dan gaan we het dichtmaken. Het is een beetje moeilijk. Want het gaat zo plakken aan je vork. Want het is wel plakkerig. Dat is een van de top 1 dingen die je moet weten. Natuurlijk is het plakkerig. Want je moet het ook laten zitten. En dan wordt het... Want anders is het ijskoud. En dan heb je dit. En je gaat zien wat ik ga doen. Je gaat zien. Weet je wat ik ga doen? Voor experimentering. Ik ga een beetje Nutella zo doen. En je weet al wat er gaat gebeuren. Je weet het al. Sprinkel! Welke zou ik kiezen? Ik ga sowieso deze doen. Deze zijn mooi goud en zo. Ik ga ze allemaal doen. Eerst een heel klein beetje dit. Van de zijkant. Heel klein beetje gewoon van dit. Weet je, het is heel leuk om deze te maken. Zo van, koken is een van mijn lievelingsdingen. En nu gaan we een beetje van deze doen. En nu een beetje van deze. Oeps. En nu gaan we het laatste ingrediënt doen. Deze. Maar we hebben er nog één meer te gaan dan. En nu gaan we deze doen. Maar eerst ga ik deze wel een beetje. Deze ga ik wel een beetje. Nog een beetje meer sprinkels. Het is niet zo shiny enough. Maar nu gaan we naar onze next one. Deze hier leggen. Deze leg ik heel veel. Hier. Nu gaan we deze doen. Nu weet je al hoe het moet maken, dus nu hoef ik niks te zeggen. Ik heb ze nu in de oven gedaan. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Of ze gaan exploderen van liefde. Of dat ze gewoon een beetje te verbrand worden door de sprinkels. Of dat ze helemaal gaan smelten. We gaan het zien. Nu moeten we wel de oven dicht doen. Ik zet deze op 200 graden en ik zet deze op de ventilator. En nu gaan ze koken en gaan we jullie zien straks. Wil je mijn geheime ingrediënt weten? Dat is namelijk liefde. Weet je, liefde geeft heel veel meer dan gewoon alleen maar eten. Als je er boosheid in doet... Als je er liefde in doet, en weet je wat het beste is van liefde? Het laat je nooit alleen. Niet dat je slecht eet maakt, maar ik bedoel zo van, liefde geeft het een beetje meer zo van een higher rate. Kom, we gaan kijken naar onze experiments. Dit zijn mijnes en dit zijn meesaarnes. Mees heeft een beetje ook een experiment gedaan. Mijn experiment is wel heel goed gelukt. Maar nu moet ik deze uit de oven krijgen. I also wanna be a makeup artist, so I'm gonna do my makeup now. I'm gonna do blush, because I need not to do so much. Because I'm only 8. And these are gems, I'm gonna do the strokes. But I'm gonna do first my blush.
I like it when I do my nail work. It's just like ontspanning en het is ook heel fijn. I'm not gonna do too much. Else it's gonna be a bomb. Now I'm gonna pick my gems. I could not really get it out, so I'm gonna pick my gems here. What's matched my outfit? I'm gonna do these. Teampotgutte, teampotkaas. In de minuten is de baas. A, F, of. Deze wordt het. You know, I couldn't choose, so I just played the game. En dat zoek ik doen. I want to be a fashion designer. You see these jackets? I could make them a sort of not jackets. And I'm gonna do it right now. Je kunt met mij over alles praten, want ik ben heel creative. En ik ben eigenlijk niet 8, ik ben 7. Maar ik kom er wel naar. Ook al ben ik 7, je kunt met mij over alles praten. Ik kan koken, ik kan popcorn maken. Ik kan zelf dingen in de oven stoppen. En ik ben het dolfijn gezwommen 2 keer. Ik ben voor mijn diploma C. Ik heb bijna... Ik ging paarden stellen. Dus je kan met mij ook over alles praten. Mijn haar is natuurlijk ook belangrijk. 2 duimen kan je eraf knippen. En je kan ook een beetje laagjes eraf knippen. Net als mijn zus Mesa. Ik ben excited om in de stoel te zitten. Ik heb zoveel energie.